Deze is voor mij echt comfortfood. Comfortfood, dat maakt mij instant gelukkig. En daarom serveer ik echte opheppers, nostalgische gerechten, maar ook zoete verleidingen. Dus veel goed met mijn comfortfood. Comfortfood is voor mij eten waar je vooral gelukkig van wordt en dat ook een smile op je gezicht tovert. En ik moet eerlijk toegeven, als mijn kinderen er ook een smile van krijgen, dan is het helemaal goed. Dus daarom ga ik zelfs de all-time favorite maken van mijn dochter Leonie. Dat wordt een slaatje met gebakken spek, daar komen nootjes bij, appeltjes gekarameliseerd, heel veel gesmolten kaas. En ik ga ook homemade Mikado's maken. Heel eenvoudig en daar ga ik nu meteen aan beginnen. Wat hebben we hiervoor nodig? Eerst en vooral grisini-koekjes van die heel lange. Thee ga ik zelf niet maken. Ik ga daar gewoon grisini-koekjes voor gebruiken. En het is eigenlijk een gerechtje dat je ook wel samen met je kinderen kunt maken. Chocolade, dat heb ik ook nodig. Dat hoort natuurlijk bij Mikado. En dan verschillende dingen eigenlijk om je stokjes op te pimpen, te garneren. Ik heb hier wat kokospoeder, wat praliné-nootjes. Ik denk dat ik ook nog ergens van die discobolletjes heb. Hier. Ook altijd een topper bij de kinderen. En eigenlijk is het heel eenvoudig. Je smelt je chocolade, je smeert dat op je grisinis en dan rolt je die in een garnituur. Klaar is Kees. Ik ga het vuur opzetten, niet te hoog. Hè. Chocolade moet gewoon wat smelten. Je kunt er eventueel een klein beetje melk bij doen of vroom, maar niet te veel, want dan plakt dat daar niet mooi aan. Of gewoon een klein scheutje water. Hè. Voilà. Klein beetje warm water erbij. Dan gaan we die chocolade gewoon laten smelten. En hier gaan ze wel blij mee zijn. Want als mijn kinderen van school komen, dan veranderen die zo een beetje in een hongerige leeuw. En dan willen die een stukje fruit of een koek. Maar ik ben zeker dat ik hun daarmee heel veel plezier ga doen. Hè. Stokjes. En laat ons eerlijk zijn, ik zeg wel dat dat voor de kinderen is. Maar volwassenen doen daar ook altijd plezier mee. Hè. Dus gewoon wat chocolade erop smeren. En dan pak je bijvoorbeeld wat discobolletjes. En zo kun je daar eigenlijk op doen wat je wil. Hè. Altijd scoren. Een beetje kokosrasp kan er ook op. En eigenlijk, als je dat nu in de koelkast zet, ga je zien dat die chocolade goed stevig wordt. Praliné-nootjes kan ook perfect. Ik kan nog wat maken met amandelen, geraspte amandelen. Zo en zo kun je uren doorgaan. Hè. Homemade Mikado-stokjes. Voor mij de ideale afterschool snack. Dag, madammetjes. Hoe is het? Goed. Was het op school? Goed. Dag Suzanne. Ik heb iets super lekker gemaakt voor jullie. Mikado koekjes. Suzanne, wat wil jij? Jij mag eerst kiezen. Die wou ik ook. Ja, dan moet je een ander nemen. Nee, nee. Dat doe je maar even neer. Ik ga een koffietje drinken. Maar ik kan nog één nemen, papa. Nog één, hè. Tot het laatste. Is het lekker, Suzanne? Ja? Oké. Okay. Jij mag nog eentje nemen, Leonie? Deze kan. Suzanneke, jij mag deze meenemen naar de zetel. Ga jij een beetje een filmpje zien? De meeste kinderen eten graag ofwel spaghetti, ofwel frietjes of stoofvlees, pizza, noem maar op. Maar wat eet jij graag, Leonie? Een slaatje. Een slaatje. Nu, ze zegt wel een slaatje, maar die zegt een slaatje met alles op en aan. Hè. Er zit spek bij, er zit... Appels. Appels zitten erbij, kaas zit erbij. Sla. Sla zit erbij natuurlijk, nootjes. Ja. Hè? En dat wordt allemaal een beetje gesmolten, gekarameliseerd. En we gaan er gewoon maken. Hè? Ga jij me helpen? Ja. Oké. Okay. Ik zal ik alles nemen. Neem een plankje en dan kun je klaarmaken. Wat hebben we nodig? Appel, die ligt daar. Daar moet je er al twee van nemen. Eén. Nootjes hebben we ook nodig. Twee. Mag ik die gaan wassen of zijn die al gewassen? Jij mocht die al wassen. Een beetje tomaatjes gaan we er ook bij doen. Weet je wat ik dacht, Leonie? Misschien moeten we nu een keer wat witloof bij doen. Oh ja, dat is mijn lievelingseten. We gaan beginnen met twee borden te pakken. Neem je al twee diepe borden. En het leuke is bij zo'n slaakje, ik pak wat ijsbergsla, omdat je die eigenlijk bijna niet meer moet wassen. Witloof ook niet, volle grond witloof. Mag ik de sla eraf trekken? Je mag al een paar blaadjes sla eraf trekken.
En dan mogen die sla, Leonie, in zo dunne reepjes snijden. Ja. Ondertussen ga ik al onze appel schillen. Appel gewoon in kleine blokjes. Spek ook in kleine blokjes. Of in reepjes. En eigenlijk is dat spek de start van een slaatje. Maar ik ga dat spek aanbakken in een pan. We gaan daar natuurlijk geen vetstof bij doen, want het is al vet genoeg aan dat spek. Maar dat vet ga ik wel gebruiken om een soort vinaigrette te maken. We gaan dat een beetje karamelliseren met honing. Die appeltjes komen daarin, die kaas wordt daarin gesmolten, wordt azijn opgedaan. En zo krijg je eigenlijk een zoet-zure salade van appel, kaas, nootjes en spek. De zwoert, die halen we eraf natuurlijk. De keuken mag niet verborgen terrein zijn voor kinderen, maar ik heb toch wel graag dat ze wat met een speciaal mes snijdt of zo, dat ze niet in haar vingers snijdt. En dan kun je goed helpen, hè, Leonie. Ja. Als je een kleine stukjes hebt gesneden, dan mocht je dat in de bordjes verdelen. Wat vind je daar eigenlijk zo lekker aan, Leonie, aan dat slaatje? Zo gewoon, omdat ik groentjes heel lekker vind en sla ook. Ja, maar spek en gesmolten kaas ook, hè? Ja, dat vind ik ook super lekker. Heb je eigenlijk je handen gewassen? Oh nee. Doe dat maar eerst. Jij mag de sla verder snijden, Leonie. Ik ga ondertussen een pan opzetten voor het spek te bakken. En dat spek dat mag goed, ja, wij zeggen altijd zo, uitgekasterd zijn. Goed gebakken zijn, dat dat lekker krokant is. Papa, mag ik dan ook een beetje sla afhalen? Ja, pak nog een paar stukjes. Spek is aan het bakken. Ik ga al mijn appel voorbereiden. Ook gewoon in brunoises, kleine blokjes. En de schil, die halen we eraf. Dan mocht je het witloof ook in stukjes snijden, maar mocht je eerst het achterste eraf snijden. Zo'n beetje het slaatje dat we eten, vaak de woensdag of zo, als we een maaltijdsalade willen. Maar dan eten we toch ook meer webs. Wraps eten wij ook soms, dat is waar. Moet je dat ook in dunne snijtjes? Ja, zo is goed. Wat ga jij later worden eigenlijk? Dat weet ik nog niet. Maar als je mag kiezen. Een kok of een dokter? Een kok of een dokter? Dan denk ik dat ik weet wat je moet kiezen. Een kok. Of een dokter? Ja. De appeltjes die staan klaar. De nootjes die gaan er semmes bij. Honing hebben we ook nodig, hè, Leonie. Daarmee gaan we ons vlees karamelliseren eigenlijk. De komkommer die mag ook. Mocht hem schillen, de helft zal goed voldoende zijn. Ik zal hem al in twee snijden. En dan mogen we zo schijfjes maken en dan versiert je dat mooi. Zie je, dan stik dat daar zo opzij in. Maar als dat spek begint te bakken, ga ik de nootjes erbij doen. Een paar walnoten. En je mag die zo een beetje krummelen. Als je met noten kookt, moet je die trouwens altijd even bakken. Dat is veel lekkerder. Die olie komt eruit. En geroosterde noten is gewoon veel lekkerder van smaak dan naar rauwe noten. Ik ben bijna klaar. Vind ik plezant. Ja, gewoon een beetje koken. Niet dat we dat veel doen, hè, maar we doen dat wel af en toe. De enige nadeel is nadien. Je hebt er redelijk veel opruim. Maar kijk, dat hoort erbij, Leonieke. Ja. Dus dunne schijfjes, steek dat er mooi in aan de zijkanten. Wat moet dat zo of nog zo? Nee, doe je dat goed. Spek is aan het bakken met onze noten. Ik ga het een beetje stiller zetten. Onze appeltjes die gaan er ook bij. Ik ga al een stukje kaas snijden. En veel kaas is wel belangrijk, Leonie. Ja. Want dat maakt dat slaatje zo wel lekker smeuig. Nu, als je niet graag gouda kaas eet, kun je dat ook perfect doen met een geitenkaas bijvoorbeeld. Dat doen wij het meeste. Met geitenkaas, hè? Papa, ik ben klaar. De tomaten misschien nog? Dat is het lekkerste, hè, Leonie, die gesmolten kaas voor tv eten. Ja, maar dat mag nooit van mama. Maar als we met twee zijn, kunnen we dat toch doen, hè? Ja. Als de zonnetje in bed ligt. Als je dat zo'n beetje stiekem in de zetel eet, dan maakt dat gerechtje voor mij echt comfortfood, hè. Is dat goed, papa?
Ja. Kaas nog in blokjes en dan zijn we eigenlijk bijna klaar. Zo. Karamelliseren, dat moet helemaal op het einde. Misschien een klein beetje olijfolie over de slaan, Leonie? Ja. Zoiets. Hup. Dat is voor jou en dat is voor mij. Oké, okay. En waarom is dat voor jou en dat voor mij? Gewoon. Is er iets wat ik niet mag weten? Nee. Hmm. Je peper en zout. Als je sla maakt, moet ook altijd je sla kruiden. Dat is veel lekkerder. Jij versiert nog met tomaatjes? Ja. Oké. Okay. Onze bordjes sla zijn bijna klaar. Daar zorgt Leonieke voor. Ik heb hier mijn spekjes, mijn nootjes en mijn appeltjes. Nu ga ik daar de honing over doen. Honing erover. Zo. Die honing gaat er nu voor zorgen dat dat mooi karamelliseert. Dan gaan we dat blussen met balsamicoazijn. Wordt dat zo een beetje zoetzuur. En dan helemaal op het einde doen we onze kaasblokjes erin. Papa, en die beginnen klaar. Al lekker te smelten. Hè? Jij bent klaar, Leonie? Ja. Oké, okay, ziet er lekker uit. Dan heb je een beetje uw rommel op. Ja. Dat ruikt super lekker, vind je niet? Ja. Als die een honing dat karamelliseert. Die appeltjes die moeten ook goed gaar zijn. Papa? Die moeten zo wat bruin zijn. De kaas er nog bij? De kaas moet er direct bij, schat. Ik ga eerst hier die azijn. Of meerdere, papa? Twee, hè? Eentje voor u, eentje voor mij. En als je zo draden begint te krijgen, dan is het zo goed als klaar. Hè? Papa, waarom moet ik hier? Wow, dat is wel een hele grote boom, Leonie. Ja, maar jij krijgt de grootste en niet de kleinste. Comfort food, hè? Stevig slaatje. Hè? Het is ietsje te veel, Leonie. Dat is geen erg. Dat is geen erg, nee. Een kleiner bekje, een kleiner stukje. Hè? Hup. Voilà, dat hebben wij goed gedaan, hè? Pssst. Wat is dat eigenlijk? Mijn lievelingsslaatje. En wat zit erin? Tomaten, komkommer, spek, sla, kaas. En appel. Ja. Klopt? Oké. Okay. Meer van onze gerechtjes vind je natuurlijk op njam.tv. Wij gaan lekker eten. Salukjes. Wat van u? Ga je maar daar zitten. Smakelijk? Smakelijk. Hier, Suzanne. Kom. Jij een stukje? Het zal alleen voor ons zijn. Not always easy and sometimes life can be deceiving. Is het lekker, Leonie? Ja. Hm. Willen we dat vanaf nu salade Leonie noemen? Ja. Goed idee. Slaatje Leonie. Slaatje Leonie. Ça va. Wil jij een stukje? Ja. Stukje spek? Ja.